Yo, wat up gasten, welkom bij een nieuwe aflevering van Banjopia, met vandaag. Als je aan mij zou vragen, Bardo, wat voor gamer was jij vroeger? Nou, dan was ik gewoon echt een dikke 100% een Nintendo game. Een heks. Oh, ik zag een heks. Ik haat ze allemaal. Jubidubidubabwa, mijn naam is Angela. Hey, kijken jullie maar even mee, want ik speel weer Minecraft alleen. Hey! Dit is Banjopia, ik verwilde mij kapot. Banjopia. Geef me de appel. Nou, laat ook maar. Ik ga geen risico's lopen voor een appel. Zo ben ik niet. Eigenlijk wel, zo ben ik juist. Maar omdat dit hardcore is, zeg ik expres even dat ik niet zo ben. Want anders lig ik daar zo op mijn plaats, zeg maar. Oh ja, ik moet die muur natuurlijk in uitbreiden, want stel, er komt een monster vanaf dat dek. Ja, dan ben ik de lul. Oh, en mijn inventory is vol. Hoppakee, weg met die... Dat verklaart waarom ik de appel niet kan oppakken. Lol! Man, ik moet wel zeggen dat ik keek laatste keer voor de lol terug naar wat oude foto's van mij. En dan moet je denken met oude foto's aan echt tering oude foto's. Zeg maar uit de periode dat ik nog een gamer was. Zo oud. En met dat ik een gamer was moet je denken aan een echte diehard gamer. Vroeger was het namelijk zo dat ik was verschrikkelijk fan van Nintendo. Alles wat Nintendo uitbracht... zou en moest ik spelen. En geloof mij, toen de Wii U uitkwam... Oh ja, ik ga dit niet eens uitleggen wat ik nu ga doen. Mensen, jullie moeten de serie maar volgen om te snappen wat ik nu aan het doen ben. Verschrikkelijk. Maar toen de Nintendo Wii uitkwam, kan ik me nog heel goed herinneren dat ik... back in the days gewoon een van de eerste was in Nederland met dat kreng. En oh mijn god... ik heb toen echt lopen spijbelen, lopen doen, gillen, krijsen, janken zo wat van geluk. Dat waren echt zulke mooie tijden. Als je aan mij zou vragen, Bardo, wat voor gamer was jij vroeger? Nou, dan was ik gewoon echt een dikke 100% een Nintendo gamer. En ergens diep van binnen weet ik dat ik dat nu nog steeds ben. Omdat ik gewoon belachelijk veel van Nintendo hou. Ik vind Nintendo tot op de dag van vandaag... een van die bedrijven waar je gewoon blindelings op kan vertrouwen. En weet je, als Nintendo zegt, wij maken vandaag hoe scheidt je moeder, deel 3. Dan weet ik ook zeker dat hoe scheidt je moeder, deel 3, dat ook echt een leuk spel gaat worden, zeg maar. Terwijl als... dat kan ik weer doen. Maar als een andere uitgever dat zou zeggen, denk aan een Ubisoft. Ubisoft is nog behoorlijk wisselvallig en dat is redelijk jammer. Terwijl Nintendo is een van de weinigen waarbij je gewoon altijd maar weet... ja, dit wordt kwaliteit. En dat vind ik gewoon super cool. En daarom was ik vroeger ook diehard fan van Nintendo. En ik weet nog dat mijn eerste game evenement... ja, ik ben toch lekker aan het lullen, dus praat ik gewoon lekker verder. Mijn eerste game evenement waar ik ooit naartoe ben gegaan... dat was, hoe heet dat ook weer? De Gameplay in 2007. En dat was dan een evenement en... ja, je moet echt... voor mijn gevoel, het was altijd wel groter dan First Look eigenlijk. Ik zit even te denken, want ja... First Look is één grote jaarbeurshal. En de gameplay, dat was gewoon... gameplay, ja. Dat was echt gewoon 2-3 volle zalen in de jaarbeurs. Met belachelijk veel shit. En het nadeel is een beetje, ik twijfel wel eens aan mezelf of ik gelijk heb, want... laten we eerlijk wezen, het is nu wel inmiddels, gameplay was 2007 geloof ik. Nou ja, dat is dus gewoon wel weer even, 6-7 jaar geleden. Ik bedoel, binnenkort is het 2016 en dan 2017 en dan is het alweer 10 jaar. Holy shit, zo snel gaat de tijd. Ook nog gek als je bedenkt dat Banjo Movies, natuurlijk het hoofdkanaal van Banjo Town, mijn hoofdkanaal ook. Dat kanaal bestaat binnenkort ook gewoon. Fucking hell. 10 jaar. 10 jaar van mijn leven op YouTube. Alles is verneukt.
Ja, dat is, het is lollig en treurig tegelijkertijd, laat ik het zo zeggen. Ja, waar gaat de tijd heen, jongen? Ja, de tijd vliegt als je niet oplet. Ik zit even te kijken. En ja, cool. Een heks. Oh, ik zag een heks. Snel naar mijn bed. Het is nacht, ik ga pitten. Wat een humor weer. Wat een humor. Wat een prachtige dag. Nou, wat gaan wij vandaag als eerste doen, vraag jij je misschien af. Ik wil daar water hebben in dat bad. Dus ik ga daar water in doen. Easy. Peasy. That's my sleazy. Kijk, op. En dan heb ik natuurlijk een probleem. Ja, dan gaan we dat bot weg doen. Ik vind het behoorlijk bot hoe Bardo dat bot weg doet. Die humor. Oké. En hier gaan we. Jubidubidubabwa, mijn naam is Angela. Hey, kijken jullie maar even mee, want ik speel weer Minecraft alleen. Hey! Dat is weer zo slecht. Oké. Volgens mij moet ik even opletten met die creeper. Daar zijn we weer vanaf, dat is mooi. Zetten we hem daar en dan hoppakee. En we hebben ons bad. Yeah! Wij hebben een bad. Nou, dat is hartstikke mooi, we hebben een bad. Ja, tot zover dit briljante idee. Ik zit hier gewoon met een ijzeren hamer op een steen te slaan. Als je daarover na zou denken hoe dit in het echte leven eruit zou zien, dan zou je er echt achter komen. Het is gewoon belachelijk hoe dit eruit ziet. Oké. Hallo creeper, ik wist wel dat je eraan zou komen ooit. Ik haat ze allemaal. Ik haat ze. Oké, dit is alweer genoeg van de gekke stemmetjes, Bardo. Oké, eens even kijken. Wat kunnen we nu doen? Waar gaan we naartoe? Ik denk dat we op Minecraft-jacht gaan natuurlijk. We gaan lekker mijnen, denk ik. Wat heb ik allemaal hierin nu? Oké, sowieso even een extra kist. Dat is handig. Met een schep slaan we die steen kapot. Zodat ik daarna die kist er even neer kan zetten. Hoor je mijn accent in één keer? Wat? Ja hoor, Bardo komt uit Deventer, dames en heren. Mocht je het vergeten zijn, het is zo. Zetten. Dat is echt in één keer Deventers. Zeg maar, hier in Deventer, als je zou zeggen, Bardo, heb je ooit een accent gehad? Dan zou het natuurlijk Deventers moeten zijn. En dat is dan meestal dat we een beetje zo praten. In Deventer praten we wonen allemaal in het oosten hier zo. En als je in het oosten woont, dan krijg je al heel snel dit soort gelul met mensen. En die mensen hier, hoor, die praten allemaal lekker makkelijk door de bocht. En vier is bijvoorbeeld vuur. En je kan eigenlijk alles wel naar Deventer vertalen. Het gaat er gewoon om alle klanken. Als je in Deventer woont, worden alle klanken wat makkelijker. En alle klanken die rollen er wat makkelijker uit. En het is gewoon zo'n grote, grote, leuke, gezellige boel. Dat was meer een soort Vlaams iets wat je er doorheen hoorde, wat niet de bedoeling was. Mijn excuses. Oké, ik zit even te kijken. Ik heb fucking veel daarvan. Die hebben we nodig. Pickaxe. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ja, hebben we een iron pickaxe. Zo. Ik heb een achievement. What the fuck? Waarvoor zou ik een achievement krijgen? Op naar de diamonds.
hoop ik. Niet op weg naar de dood. Alsjeblieft niet op weg naar de dood. Dat zou ik heel kut vinden namelijk. Dit hele pad ook, jongen. Het is zo krankzinnig als wat. Oké. Kunnen we hier weer naar beneden? Maar dat hoeft niet. Wij gaan... Heb ik dit al gedaan? Ik voel hier mijn geluk. Deze gang. Dit is mijn gelukgang. Dat zei ik ook tegen je moeder gisteravond. Oh! Oké. Let op. We komen er wel. Ik ben een kei in Minecraft. Snap je, omdat we allemaal stenen hier al hebben, ben ik een kei. Ja, dat is humor. Dat is echt leuk. Ik wil gewoon... Mijn diamond. Waar is mijn diamond? Waar is mijn diamond? Geef mij mijn diamond. Geef mij een diamond. Mag ik mijn diamond? Ik wil mijn diamond. Ik hoef geen kool. Ik wil alcohol. Ik heb hier iron. Nog meer iron. Ik heb zoveel. Ik heb zoveel. Ik heb zoveel. Zoveel. Ik heb zoveel wat ik wil. Maar ik heb geen diamond. Mag ik mijn diamond? Ik wil mijn diamond. Dan zal ik alsjeblieft mijn diamond mogen. Je zegt even een hersenloos nummer. Wel prachtig geschreven, dames en heren. Bardo Allens. Oké. Ik weet niet wat voor gevoel ik heb, maar... Het laat mij wel in de steek, moet ik heel eerlijk zeggen. Het is niets meer geworden dan een beetje iron en... Ja. Weet je, het is genoeg. Ik... Hero. Dan gaan we maar lekker voor de kobbel, hoor. Of de kobbel, de kool. Ik vind het allemaal goed. Krijg je nog wat XP voor ook. Hoe mooi. Nou, ik moet wel zeggen, we komen er wel een beetje nu, hoor. Kijk dan. Nou, kijk eens hoe mooi. Ik ga weer verder met mijn leven. Ik heb een foute gok gemaakt hier. Ja, maar hier is een goede gok. Ja, hier heb ik al een keer gemijnd. Dus ja, hier zo, hup. Kom op. Kom maar bij papa. Kom maar bij Barba Papa. La la la. Kom op bezoek bij Barba Papa. La 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 bij Barba Papa. Lekker mijnen, oh zo leuk. Ik wil diamond. Waar heb ik mijn diamond nou? Kom op bezoek bij Diamond. Ja, ik ben hier super goed in. Wacht maar tot je Bardo de Musical ooit een keer gaat horen. Moet ik me wel heel erg de tering vervelen als ik ooit een musical ga schrijven. Maar ja, dat zou wel lachen zijn, hè? Oké. Punt is gemaakt. Daar is geen diamond. Dan is hier die diamond. Kool. Heel veel kool. Laten we die kool uitmijnen. Dan kunnen we misschien wat beter zien waar de diamond ligt. Kijk. Laten we die kool uithalen. Alle kool. Alle fucking kool. Kijk. We hebben heel veel kool, maar nog niet de diamond. Die diamond hebben we nodig. Jongens! Ik wil zo graag een diamond! Kom op. Ik heb mijn hele huis beveiligd. Ik heb een bed. Ik heb alles gedaan om het te kunnen overleven. En nog geen diamond. Nog geen diamond, jongens. Waar de fuck een emerald? Ik ga voor een emerald als dit zo doorgaat. En dan niet voor Pokémon Emerald, maar voor een emerald in Minecraft, zeg maar. Pokémon Emerald. Old school! Ja, mag gezegd worden. Ik deed weer worden. Bardo, let op je accent. Sorry, zal ik doen, man. Oké. Nu gaan we recht op die fucking diamond af. Let op. Huppakee. Recht op de diamond af. Diamond, waar zit je? Het is toch echt niet normaal. En ik moet heel veel naar de wc. Ik ben zo terug. Tot zo!